Goedenavond allemaal. Dus mijn naam is Laurent Zubrecht en ik werk als sectoradviseur bij het departement Landbouw en Visserij. En ik zal wat uitleg geven bij de pre-eco-regeling voedermanagement melkvee. Nu, voor eerst wil ik misschien wat meer uitleg geven over de term eco-regeling, pre-eco-regeling. Dus eco-regeling is eigenlijk een nieuw instrument die in vogel zal treden met het nieuwe GLB vanaf volgend jaar 2023. Misschien hebben jullie daar wel al iets van gehoord, want een aantal maanden terug zijn er al webinars geweest of is er al communicatie geweest over pre-eco-regeling, maar dat was dan in de plantaardige sector. En er is nu ook één pre-eco-regeling in de dierlijke sector, namelijk voedermanagement melkvee. Nu, wat is een eco-regeling? Dus dat is eigenlijk een maatregel die landbouwpraktijken gaat ondersteunen, die gunstig zijn voor het klimaat, het milieu, dierenwelzijn, en die eigenlijk antimicrobiële resistentie zouden aanpakken. Een eco-regeling is ook vrijwillig. Normaal gezien zou eigenlijk het nieuwe GLB gestart zijn op 1 januari 2021, maar het heeft vertraging opgelopen en vandaar dat Europa eigenlijk een aantal overgangsmaatregelen heeft voorzien in 2021 en 2022. En de pre-eco-regeling is eigenlijk een overgangsmaatregel naar eco-regelingen in het nieuwe GLB. Nu, als u het besluit van de Vlaamse regering over de pre-eco-regeling voedermanagement melkvee wil raadplegen, dan kan u dit terugvinden via deze link die hier vermeld staat. Ook kan je meer info vinden op de website van het departement Landbouw en Visserij. Nu, wat is nu de pre-eco-regeling voedermanagement melkvee? Wel, met deze subsidiemaatregel wil men eigenlijk de bedrijven gaan ondersteunen die voedermaatregelen toepassen om de methaanemissie als gevolg van de pensvertering bij melkvee te reduceren. En er zijn eigenlijk 5 voedermaatregelen die in aanmerking komen, namelijk de 5 voedermaatregelen die Lisbeth net heeft opgezond. Als je wil gebruik maken van de pre-eco-regeling voedermanagement, dan zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Ten eerste moet je een verbintenis afsluiten. En er is dus een verbintenistermijn met een startdatum waarbij de veehouder kan kiezen voor een startdatum die loopt tussen 1 maart tot en met 31 augustus. Dus in deze periode kan de landbouwer zelf een startdatum kiezen. De einddatum is voor iedereen hetzelfde, namelijk 31 december van dit jaar. Daarnaast geldt er ook nog een toedieningsperiode. De toedieningsperiode is eigenlijk afhankelijk van de voedermaatregel en die is ofwel 200 of 355 dagen, maar straks zal ik daar meer nog over zeggen. Nu, de toedieningsperiode zal voor elk rund verschillend zijn. Dus die haalt eigenlijk vanaf de kalfdatum en daarbij wordt dan 200 of 355 dagen bijgeteld. Maar het is wel belangrijk dat het binnen de verbintenistermijn valt. Nu, om het nog wat beter te verduidelijken, heb ik hier een grafiek. Stel nu een bedrijf sluit een verbintenis aan met een termijn van 15 april 2022 tot 31 december 2022. Dan zal eigenlijk voor alle koeien die op het bedrijf aanwezig zijn, de toedieningsperiode berekend worden. Stel nu koe 1, die is gekalfd voordat de verbintenis is ingegaan, namelijk op 4 maart. Wel, dan zal de toedieningsperiode van deze koe starten vanaf het moment dat de verbintenis start, namelijk op 15 april. En zal die lopen tot wanneer de 200 dagen na de kalfdatum zijn bereikt. In geval het gaat over een voedermateriaal waar de toedieningsperiode van 200 dagen geldt. Voor koe 2, die kalft op 15 april, dus de startdatum van de verbintenis, dan zullen dus 200 dagen bijgeteld worden en dus de toedieningsperiode eindigt voor deze koe op 31 oktober. Voor een koe die een maand later kalft, zal dus de toedingsperiode eindigen een maand later. Maar voor een koe die eerder in het najaar kalft, zoals bijvoorbeeld koe 4 op 5 september, dan zal de toedingsperiode eindigen op 31 december 2022 en zal dus de periode 118 dagen bedragen. Dus op deze manier wordt voor elke koe de toedingsperiode bepaald. Nu verder, andere voorwaarden zijn dus dat de maatregel wordt toegepast voor alle koeien op het bedrijf. En ook dat de runderen correct worden geregistreerd en ook tijdig worden geregistreerd in Sanitel.
Dat is natuurlijk van groot belang, omdat we eigenlijk de toedieningsperiode berekenen we op basis van de kalfdatum en deze gegevens zullen we halen uit de saniteldata. Dus daarom het belangrijk is dat alles zeer goed geregistreerd staat in Sanitel. Zo ook de geboorte van het kalf moet tijdig in Sanitel geregistreerd zijn. Ook komen enkel runderen in aanmerking die geregistreerd staan als vrouwelijk rund van het rastype melk. Daarnaast vragen we ook dat er rantsoenberekeningen worden uitgevoerd en dat de facturen en eventueel andere documenten waarop de samenstelling dus van de krachtvoeders of de andere dieraanvullende voeders kunnen afgeleid worden op bedrijf aanwezig zijn. En dit tot 2033. En tenslotte is het ook zo dat de voedermaatregelen niet combineerbaar zijn. Dus ze kunnen elkaar niet opvolgen, maar ook op hetzelfde moment kunnen ze niet gecombineerd worden. Bij elke voedermaatregel zijn er ook nog een aantal specifieke voorwaarden aan verbonden en ik zal die met jullie eens overlopen. Dus de eerste voedermaatregel is koolzaadsrood in combinatie met bierdraf. Dus zoals we daarnet reeds gehoord hebben van Lisbeth, worden er bij het verstrekken van deze combinatie ook een aantal voorwaarden gesteld aan dus het totale rantsoen. Voor dus de verschillende voedermiddelen in het rantsoen moeten beperkt blijven binnen bepaalde marges, zoals u hier kan zien op de dia. Dus dat geldt ook voor maïskuil en graskuil die in het rantsoen wordt voorzien. Daarnaast worden ook nog specifieke eisen gesteld aan bierdraf en koolzaadsrood voor wat ruw eiwit, ruw vet betreft en ook ruwe celstof bij koolzaadsrood. Die vereisen kan u terugvinden in de fiche pre-eco-regelingen die op de website van het departement terug te vinden is. Nu, voor deze voedermaatregel geldt, is de toedieningsperiode maximaal 200 opeenvolgende dagen. Waarom is het 200? Wel, zoals u reeds van Lisbeth hebt gehoord, wordt er aangeraden om niet langer dan 200 dagen na kalving deze voedermaatregel dit rantsoen te verstrekken aan het dier omwille van het hoog energetisch gehalte. We veronderstellen dan ook dat de bedrijven of de veehouders het advies van een veevoederfabrikant zullen opvolgen en dus rekenen we maximum tot 200 opeenvolgende dagen. Het steunbedrag is maximaal 8 eurocent per dier voor iedere dag van de toedieningsperiode en die valt binnen de verbintenistermijn waarop dus de dieren dit rantsoen krijgen. De tweede voedermaatregel is geëxtrudeerd, geëxpandeerd lijnzaad. Ook aan deze voedermaatregel worden een aantal vereisten of voorwaarden gesteld aan het rantsoen, wat de samenstelling betreft. Dus dit rantsoen moet minstens 40% maïskuil bevatten en maximum 30% graskuil. Het krachtvoeder, waarin dus het geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad zit, moet dus 400 gram vet per dier per dag aanleveren, waarvan minimum 200 en maximum 250 gram alfa-linolenzuur. De toedieningsperiode is ook hier 200 opeenvolgende dagen en het steunbedrag is ook maximaal 8 eurocent per dier. De voedermaatregel is koolzaadvet. Bij deze voedermaatregel moet in het rantsoen dagelijks 350 gram koolzaadvet per dier worden verstrekt. Dat kan onder de vorm van koolzaadsrood, koolzaadkoek, geplette zaden of geëxtrudeerd zaad, maar niet via koolzaadolie. Ook hier geldt weer de toedieningsperiode van 200 opeenvolgende dagen en een steunbedrag van maximaal 8 eurocent per dier per dag. De vierde voedermaatregel is nitraat. Bij deze voedermaatregel moet minstens 1% nitraat toegevoegd worden aan het totale rantsoen. Of dat komt overeen met 10 gram per kilogram droge stof. De toedieningsperiode vanaf kalvingsdatum is hier maximum 355 opeenvolgende dagen. Waarom 355? Wel omdat deze voedermaatregel kan wel toegepast worden gedurende volledige lactatie. Maar gezien wij ons baseren voor het bepalen van de toedieningsperiode op de saniteldata, moeten wij kunnen berekenen hoe lang de toedieningsperiode voor deze koe zal zijn en hebben we dit ingesteld op maximum 355 dagen. Het steunbedrag is hier maximaal 4 eurocent per dier voor iedere dag dus van de toedieningsperiode binnen de verbindenistermijn waarop de maatregel wordt nageleefd. En bij de laatste voedermaatregel 3NOP of 3-nitro-oxypropanol
Wel, zoals u reeds gehoord hebt, is er nog maar recent een Europese erkenning bekomen voor dus dit product voor toediening aan melkvee. Nu zal eigenlijk dit nog voorgelegd worden, deze voedermaatregel, aan de ad hoc wetenschappelijke werkgroep van het Convenant Enterische Emissies Rundvee. Normaal gezien komt die groep half mei samen, dus zal waarschijnlijk in de loop van eind mei deze voedermaatregel ook toepasbaar zijn. En normaal gezien zal de dosis 60 ppm zijn. Deze voedermaatregel is belangrijk dat het dus durende de volledige dag beschikbaar is voor de dieren. En ook hier is de toedieningsperiode 355 opeenvolgende dagen. Het steunbedrag is hier maximaal 7 eurocent per dier voor elke dag dus dat de koe dit product krijgt. Nu, om alles nog wat duidelijker te maken, is er ook een voorbeeld uitgewerkt. Als voorbeeld heb ik genomen een verbintenis waar met de maatregel geëxpandeerd lijnzaad en waarbij de startdatum 15 april 2022 is. Dus voor eerst zal u moeten weten hoeveel van een bepaald krachtvoeder, waar dus het geëxpandeerd lijnzaad is toegevoegd of in aanwezig is, hoeveel dat u van het krachtvoeder moet geven, opdat u 400 gram vet en 200 à 250 gram alpha-linolenzuur per dier aanlevert. Dus dat zal afhankelijk zijn van het type krachtvoeder en deze informatie zal uw veevoederleverancier moeten aanleveren en ook een bewijs hiervan. Op facturen of andere documenten zal dan ook het gehalte vet en alpha-linolenzuur vermeld moeten staan. Verder is het ook belangrijk dus om de facturen bij te houden om te kunnen zien hoeveel van dit krachtvoeder wordt aangekocht en ook dat er een rantsoenberekening wordt uitgevoerd om te kunnen zien hoeveel van het verstrekt krachtvoeder wordt gegeven. Nu, bij elke wijziging van het rantsoen is het belangrijk dat er een rantsoenberekening wordt uitgevoerd en dat het ook aanwezig is op het bedrijf wanneer er controle is om na te gaan of de voedermaatregel correct wordt uitgevoerd. Ook voor de randvoorwaarden bij deze voedermaatregel, namelijk minimum 40% maïskuil en maximum 30% graskuil, zal men dus nagaan via de rantsoenberekening of dit wordt gerespecteerd. Hoe wordt dan de toedieningsperiode voor dus de dieren berekend? Dus bij deze voedermaatregel is de toedieningsperiode maximaal 200 opeenvolgende dagen vanaf kalfdatum. Dus bij koe 1, die kalft op 1 april 2022, zal hij de toedieningsperiode starten op 15 april, omdat dan de startdatum was van de verbintenis. En zal dus de toedieningsperiode lopen tot 17 oktober, dus 186 dagen. Dus de 14 dagen voor 15 april zullen niet meegeteld worden voor het steunbedrag. Dus voor deze koe kan men een maximum steunbedrag van €14,88 ontvangen. Bij koe 2, die dus kalft op 15 april, zal de toedieningsperiode 200 dagen gelden en kan men dus maximum €16 steun ontvangen. Hetzelfde voor koe 3, die op 31 mei kalft, maar bij koe 4, die later in het jaar kalft, bijvoorbeeld op 15 juli, zal de toedieningsperiode lopen tot het einde van de verbintenis, 31 december. Dus de toedieningsperiode zal 169 dagen zijn en het maximum steunbedrag €13,52. Dus op deze manier wordt eigenlijk voor elke koe de toedieningsperiode en het maximaal steunbedrag berekend en uiteindelijk ook het totaal voor het bedrijf. In deze dia zie je eigenlijk, of in deze tabel zie je eigenlijk een samenvatting van alle voedermaatregelen met de dosis en de randvoorwaarden, de maximale toedieningsperiode en maximaal bedrag in euro per dier per dag. U hebt me al een paar keer horen zeggen maximaal steunbedrag. Wel, het klopt. Het definitieve steunbedrag zal namelijk afhankelijk zijn van het aantal subsidieaanvragen en ook het beschikbare budget. Dus het beschikbare budget is ongeveer €1 miljoen. Dus bij heel veel subsidieaanvragen kan het zijn dat dus het steunbedrag lager zal zijn dan het maximum dat ik net heb vermeld. Het budget is 100% Vlaamse steun, dus van het departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Klimaatfonds. En de steunmaatregel valt ook onder de minimis steun. Meer informatie hierover vind je ook op de website van het departement Landbouw en Visserij.
Wat betekent dan juist? Wel, er zijn een beperkt aantal maatregelen die vallen onder de minimumsteun. Als men dus steun krijgt via deze maatregelen, dan mag dat maximaal niet meer dan 20.000 euro bedragen per onderneming voor de periode van 3 belastingjaar. Wanneer het gaat over activiteiten in de primaire productie. Dus er wordt niet gekeken per bedrijf, maar er wordt gekeken naar de activiteit op het bedrijf. Stel een melkveebedrijf die ook zijn melk gaat verwerken tot zuivel. Dus dan heeft hij een activiteit van verwerking en afzet landbouwproducten. Dan haalt een maximum van 200.000 euro. Nu, zoals ik al zei, zijn er weinig steunmaatregelen die daaronder vallen. Bijvoorbeeld is controlesteun voor bio, maar vliegsteun en directe steun vallen hier niet onder. Nu, hoe kan men eigenlijk deze pre-eco-regeling voedermanagement melkvee aanvragen? Dit kan via de verzamelaanvraag 2022. De uiterste deelnameverklaring is 31 mei 2020. Er is een apart scherm voorzien onder pre-eco-regeling en men moet enkel aanduiden welk voedermaatregel men wil toepassen en wat de startdatum is. De verbintenis geldt steeds vanaf de gekozen startdatum tot het einde van het jaar. Dus wanneer men vroegtijdig zou stopzetten, komt eigenlijk de aanvraag of de verbintenis niet langer in aanmerking voor subsidie. Er is geen uitbetaling van steun. Hier zie je eigenlijk een voorbeeld hoe het eruit, hoe dat je dus eigenlijk een aanvraag kan doen voor de pre-eco-regeling voedermanagement. Dus links zie je dus pre-eco-regeling en onderaan voedermanagement. En dan hoeft u enkel dus de voedermaatregelen aan te duiden die men wenst toe te passen en de startdatum kiezen. Dus zoals ik al zei, is het belangrijk dat de verbintenis wordt aangevraagd voor 31 mei van dit jaar. Maar er zijn wel daarna nog wijzigingen mogelijk. Deze wijzigingen kunnen nog doorgevoerd worden tot en met eind augustus van dit jaar. Wat kan er nog gewijzigd worden? Wel, de startdatum kan gewijzigd worden, maar ook de voedermaatregelen en startdatum kunnen gewijzigd worden. Nu, wat dan wel belangrijk is, de laatste keuze is altijd definitief. Dus dat wil zeggen dat de dagen die voorafgaand aan de gewijzigde startdatum of voedermaatregelen, die zullen niet meer in aanmerking komen voor de subsidie. Ik heb hier ook een voorbeeld van. Dus stel bijvoorbeeld dat je bij dus op 31 mei in de verzamelaanvraag als startdatum 15 april hebt gekozen en als voedermaatregel bierdrap en koolzaadsrood. Maar daarna, voor 31 augustus, verander je de startdatum naar 15 juli en verander je ook de voedermaatregelen naar 3-NOP. Wel, dan zal de toedieningsperiode van bierdrap en koolzaadsrood bijvoorbeeld van 90 dagen niet uitbetaald worden, maar de toedieningsperiode van 3-NOP 170 dagen zal wel uitbetaald worden. Dus zo moet u dit interpreteren.